Hoi, ik ben Dennis van de Wijnmoutiek en in deze video zal ik kort iets uitleggen over de Metzodi, een wijn gemaakt door het wijnhuis Bazzella. Bazzella bevindt zich in Toscane, niet in hartje Toscane, maar in het gebied Borghieri aan de kust. Ongeveer een uurtje onder Pisa ligt een prachtig glooiend landschap uh, aan de kust. Uh, in de jaren 70 is dat drooggelegd en qua condities kun je het vergelijken met een Franse streek, de Bordeaux-streek. Er worden ook heel veel Bordeaux blends gemaakt. Hè? Een Bordeaux blend Bestaat vaak uit Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Dus ook Bazzella maakt die. Maar in deze video ga ik jullie kort iets uitleggen over de Mazzoni. Een witte wijn van het wijnhuis Bazzella. En uh, die bestaat uit twee druiven. Dat noemen we een blend. Ja, als we meerdere druiven met elkaar blenden, dan heet dat ook wel eens een. Uh, ja, zo noemen we dat in uh, wijntermen, een blend. Dus een blend van uh, Fermentino en Viognier. Fermentino is een hele typisch Italiaanse autochtone druif. En is vaak heel fris. Heel fris, typisch Italiaans bittertje in de afdronk. Uh, uh, mooie citrusvruchten uh, in, de, in de mooie fruittonen zit die. En wie uh, ook niet daarentegen is vaak wat bloemiger. Wat voller, uh, wat robuuster. En de combinatie daarvan uh, maakt hem perfect om gewoon lekker op zichzelf te drinken. Metzodi staat dus ook voor. Hè? Dat staat voor midden op de dag. En eigenlijk wilde de wijnmaker daarmee zeggen van joh, dit is een wijntje wat perfect is voor tussen de middag. Gewoon het zonnetje komt, het wordt lekker warm. Uh, de eerste, de voorjaarszonnetjes beginnen hopelijk zo weer te komen. En ja, dan is deze wijn ideaal om lekker in het zonnetje te drinken. Ook goed te combineren met visgerechten. Viognier uh, heeft wat vols, dus je kan hem ook eventueel met wat oosterse gerechten, wat lichter gekruid, kan je hem ook perfect bij drinken. Uh, maar echt een heerlijke wijn voor, uh, ja, voor in de middag. Dus ik zou zeggen, geniet van deze methodie van het Wijnhuis Botcella.